Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door KPN, Shubi Reizen en Kapsalon De Look. Nou Peter, vol verwachting gingen we naar deze wedstrijd. Niet alleen jullie, maar ook de supporters. We hebben ook een sfeeractie gehad. We hebben een supportersbus mee. Heel veel mensen, ook met eigen auto. Dus er waren heel veel mensen uit Reizen. Maar die waren erg teleurgesteld en sommigen vonden het zelfs schandalig. Wat vond jij ervan? Schandalig? Ja, in de eerste helft schandalig hoe we verdedigden. Ja, schandalig. Maar ja, schandalig denk ik aan dat je iets expres doet of niet doet. Of niet intentie hebt of met de pet ernaar gooit. Dat heb ik niet gezien. Wat ze met name denk ik bedoelen is hoe snel en hoe makkelijk de doelpunten worden weggegeven. Ja, nou dat kan. Ik bedoel, ik denk dat wij heel veel de bal hadden. Wij de bal kregen, zij inzakken. Die 1-0 die valt natuurlijk balverlies in je as van het veld waar je geen balverlies mag leiden. Waar we normaal gesproken hartstikke balvast zijn. Ja. En dan word je geslacht met hun snelheid in ons centrum. Wat vandaag niet... Waar niet de meest snelste jongen speelde vandaag. En als je dan geen druk op de bal hebt, dan gebeurt er wat er de eerste helft gebeurde. Wat mij ook opviel is, je kreeg best wel veel ruimte, ook in de eerste helft. Met name heb ik het met Simon over gehad. Hij kreeg ook veel ruimte. En dan is het gevaar dat hij ook heel veel mee naar voren loopt. Maar als je dan de bal verspeelt, dan kan je niet meer achter de rechtsbuiten aan. Nee, maar ja, kijk, we spelen zoals we spelen. Dat doen we al een heel seizoen. En dat proberen we gewoon hartstikke goed te doen. En tegen elke tegenstander daar het verschil te maken. Dat lukt ook eigenlijk altijd wel. Hè, want er is geen wedstrijd die we niet gecontroleerd hebben. Echt geen enkele wedstrijd. Behalve deze wedstrijd. Dan heb je wel controle. En we hebben wel veel de bal. Maar dat ligt ook aan hun spelidee, zeg maar. Alleen vandaag werden we genadeloos afgestraft. Met lopende mensen, op het moment dat we balverlies leden, ja. Maar dan kom je de kleedkamer uit, 4-0, en dan denk je van, het mag niet meer worden. Of denk je van, er zit nog wel wat in? Nou, twee gedachten inderdaad. Met de groep gesproken. Nou ja, duidelijk signaal van, maak je snel de 4-1 en de 4-2 binnen een kwartier. Ja, dan kun je hier nog wat bewerkstelligen. We brengen Tommy Smoes aan de zijkant om daar wat snelheid te brengen, aanvallend wat te brengen. En Simon naar het centrum toe om daar wat snelheid te brengen, wat meer snelheid dan Pim op dat moment. Het mocht niet zo zijn. We hadden weer veel de bal. En waar we normaal gesproken ook heel veel de bal hebben. Veel moeten voetballen voor een paar kansjes. Hebben niet heel veel gecreëerd uiteindelijk. Nee, want Melvin hield het eerste kwartier van de tweede helft er ook nog twee uit. Ja, nee, volgens mij hebben ze drie hele goede kansen gehad. Die schieten ze dan niet in. Wij hebben ook nog wel drie kansjes gehad denk ik, tweede helft. Maar niet genoeg. Het leed was al geleden, de eerste helft. Ja, ongunstige uitslagen. Staphorst heeft gewonnen. Nijkerk heeft natuurlijk gewonnen. Ja, Urk heeft dan verloren. AZSV heeft gewonnen. Dus ja, we staan nu derde. Ja, volgende week moeten Sparta Nijkerk naar Urk en wij thuis tegen Apeldoorn. Ja, we waren al afgeschreven na Staphorst. Hè. Ik bedoel, 8 punten achter, dus we zouden het nooit meer redden. En vandaag mochten we een mooie wedstrijd spelen. Je gaat eraf met nog 5 wedstrijden te gaan. Dus zuur. En heel vervelend, want je had een slagje in ieder geval kunnen slaan. Maar ja, het is niet zo. We zijn eraf gespeeld uiteindelijk. Volgende week tegen Apeldoorn. We zitten in april. Spelerscarousel die loopt volop. Hoor ik geruchten dat er toch wel weer gesprekken zijn met Manuel Isa. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dat kan ik niet ontkennen. Situaties ten opzichte van december toch wel veranderd eigenlijk. We hebben Manu beoordeeld als middenvelder. Want die speelt natuurlijk altijd. Nu door het wegvallen van Pim in eerste instantie 2 wedstrijden, schorsing. En Joost nu geblesseerd, heeft hij daar een tijd gespeeld. En doet hij eigenlijk hartstikke goed. Zat niet in mijn systeem als centrale verdediger. En op dat moment wisten we in december ook nog niet dat Pim weg zou gaan. Er is een nieuwe situatie ontstaan. En nu is de TC weer in gesprek met hem. Ik ga ervan uit dat ze daaruit komen met z'n tweeën. Ik hoop dat jullie inderdaad groen licht krijgen. Dat hij inderdaad blijft, want het is natuurlijk ook een clubicoon. Zijn we nog met andere spelers bezig? Ja, we zijn nog niet helemaal klaar. Dus als het goed is, wordt er vandaag ook wat bekendgemaakt. Zo langzamerhand komt daar schot in. Oké, dus de selectie voor volgend jaar is in mei wel bekend?
Ja, nou, mij zeker. Dus we hopen deze maand toch wel meer duidelijkheid. Zoveel ruimte is er ook niet meer. Dus nou, we willen graag nog een keeper erbij. En nou, vandaag zal er wat bekend worden. En dan misschien nog één speler. Ja. Nou, dankjewel. Uithuilen en volgende week weer rechtzetten voor het eigen publiek. Ja, nee, zeker uithuilen. Ik bedoel, nogmaals, iedereen kan over schandalen spreken. Dat vind ik allemaal prima. Maar ik heb wel een ploeg. Dat zijn ook emoties, hè? Ja, dat is prima allemaal. Dat is ook een emotie, hoor, dat denk ik ook wel, hoor. Maar ik heb geen ploeg gezien die elkaar heeft laten zakken of zo. Ik bedoel, zij hebben gewoon slim gespeeld. Ons pijn gedaan waar ze ons pijn konden doen. Maar wil niet zeggen dat we met de pet nagegooid hebben. Zeker niet. Dankjewel en tot volgende week. Ja, dankjewel. Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door KPN, Shubi Reisen en Kapsalon de Loek.